Yo, wat mensen, tof dat jullie kijken naar deze gloednieuwe video op mijn kanaal GamesView. En in deze video, zoals je aan de titel kan zien, moet ik even wat vertellen. Want het zit namelijk zo. Mijn kanaal is een gamekanaal. Ik ben op dit moment niet tevreden hoe het gaat. En dan kan je zo zeggen van Dylan, het kan niet altijd goed gaan. Het kan niet altijd zijn hoe je het wil hebben op YouTube. Maar ik weet dat het mijn eigen schuld is. En ik heb eigenlijk een fout gemaakt. Het is niet per se van, joh, je hebt iets ergs gedaan. Oh, dit kan echt niet. En dat, nee. Daar gaat het niet over. Het gaat over mijn kanaal. Ik deed vroeger, het zal zijn een jaartje geleden, iets minder dan een jaartje geleden, Call of Duty video's. Heel veel, alleen maar. En GTA. En wat het zeg maar was toen, ik kreeg bakken met views. Echt, die views waren echt ziek. Ik had een video geüpload met je rasje die dan bij je rasje in de potjes zat. En die video werd heel veel bekeken, dat zeg ik eerlijk. Als die nog online zou staan door mijn stomme foto, zou die wel de 100.000 views misschien aan kunnen tikken. Wie weet, hij ging lekker, 60.000 views had hij al. Maar toen die video online kwam, had ik niet in gedachten zitten van, yo, deze gaat echt duizenden views trekken, weet je. Ik dacht van, hey, ik doe gewoon normaal iets, ik kom bij Jiraski, ik schrok me dood in die lobby. Ik dacht van, wat? Ik zie opeens in de Killfeed Jan staan, oh, gelijk opnemen. Zo ging het en ik had echt niet verwacht dat er zo explosie. Jan had zelfs gereageerd onder die video. Dat was echt heel erg ziek. En ik mis die tijd van, yo, ik deed toen heel veel in Infinite Warfare. Die game kwam toen net uit en toen gamede ik dat heel vaak. Ik nam het op, ik livestreamde het en het werd goed bekeken. En dat is zeg maar nu niet meer aan de hand. Ik heb wat minder plezier gehad in de PlayStation. Ik weet niet waarom, de spellen vond ik niet zo leuk. Ik heb het al lang gedaan, weet je wel. Maar ik denk zo van, Dylan, ik kan echt wel een keer weer proberen. Dat bedoel ik mee van, yo, waarom doe ik die video's niet terug? Waarom neem ik dat gewoon niet meer op? Want jullie willen dat zien. En dat kan ik gelijk zien. Ik zat even erbij. Ik zat gewoon even in beeld laten komen. Hier zie je dat ik gewoon, dat de Infinite Warfare video's, de Call of Duty GTA video's gewoon goed bekeken werden. Vooral de Infinite Warfare video's, die stoken er echt enorm uit. En af en toe ook de Black Ops 3 video. Bijvoorbeeld deze video heeft bijvoorbeeld 6.000 of 7.000 views al. Gewoon een de-atomizer op Infinite Warfare. En 7.000 views heb ik nooit meer gehaald. In wat zal het zijn, dit. Ja, sinds dat die video online is gekomen, ja. Van Jan, dat was de meeste views. 60.000 views had hij. En toen heb ik hem verwijderd door een foutje. Van, hij stond twee keer in de afspeellijst. Ik dacht van, weet je, ik verwijder hem één keer uit de afspeellijst. Stond verwijder upload bij die afspeellijst. Dus ik dacht, verwijder upload uit die afspeellijst. Maar nee. Hij is gewoon helemaal van mijn kanaal verdwenen. En dat vind ik jammer. Ik heb ook ondertussen een nieuw Windows toe gehad. Dus ik heb die video ook niet meer op mijn PC staan. Dus dat was jammer. Maar ik zie dat jullie gewoon de PlayStation 4 gewoon weer willen zien. En aangezien ik nu bijna, de afgelopen maand of zo, veel PC games aan het doen ben. Livestreamen, video's, allemaal PC bijna. En ik ben geen PC YouTuber. Ik zal het af en toe wel een keer uploaden. Als gewoon, weet je, anders wordt het ook eentonig, alleen maar PS4. Maar ik ga weer PS4 games terugbrengen. Ik zal ook even een poll daar rechtsboven in beeld komen. Voor mij is het links, dus het is raar aanwijzen. Maar ik zal daar een poll neerzetten van, yo, je kan stemmen op PlayStation 4 games. Je kan stemmen op PlayStation 4 en PC games. Dus af en toe omwisselen. Of alleen PC games. En als er bijvoorbeeld schiet PC er helemaal uit, wat ik eigenlijk niet wil. Maar stel dat er helemaal uitschiet, hè, dat betekent nog niet dat we dat alleen maar gaan doen op dit kanaal. Maar dan weet ik wat jullie willen zien. Dat jullie, dat jullie PC of PS4 willen zien. Ik persoonlijk denk toch dat ik PS4 wat meer ga doen. Maar ja, dan heb ik jullie gewoon, jullie meningen hebben jullie dan laten zien. En dan weet ik ook, ja, dan kan ik daar een beetje mee kijken van, wat moet ik dan doen? Want ja, ik mis die tijd dat ik gewoon ging lachen met vrienden in een Call of Duty potje. IW Mijn Zuid, Black Ops 3. Black Ops 3 is ook wel leuk, maar een beetje. Ik denk dat ik Infinite Warfare sowieso weer terug ga brengen en GTA. Ja, die twee games die mis ik echt op mijn kanaal. Gewoon video's en livestreamen, maar Mijn Zuid, allebei mis ik. En ik denk dat jullie dat ook zien. Ik zal hier ook weer een dingetje in beeld laten komen van, yo, de views en de abonnees en de reacties, wat dan ook, gaan naar beneden. Je ziet zo'n rood driehoekje naar beneden tikken. En dat is jammer, want ik vind het, ja, weet je, het is demotiverend. Het is wat jammer. En ik weet dat het eigen schuld is dat ik gewoon in plotseling opeens op PC ging. En dat was omdat mijn PC geüpgrade werd en ik gewoon op PC kon gamen en opnemen. Alleen ja, mijn kanaal bestaat daar niet uit. Alle kijkers die er waren,
die zaten op PS4. Ik stream heel vaak op PS4, ik kreeg honderden kijkers en nu zijn het er nog maar 30 of 20 of 19, weet je wel, zoiets. 19, 20, 30 bij elkaar, wat de fuck zeg ik nou. Maar zo van, yo, hey, de PS4 games, dat zijn meer dan de helft van mijn abonnees heeft een PS4, heeft een console. En dan bedoel ik geen PC. En dat is raar voor mij dat ik dan wel PC games ga doen. Niemand kan dus meedoen in livestreams, wat wel echt mijn ding was. Ik probeer zoveel mogelijk de kijkers erbij te trekken van, yo, join die groep bij Black Ops 3, zo kan je meedoen. Join de GTA crew, zodat je kan meedoen. Ik geef moderators weg in mijn chat. En ik mis dat. En ik zie ook heel vaak in de chat staan, als ik bijvoorbeeld een PC game aan het doen ben, Dylan, komt er nog een keer een GTA stream? Komt er nog een keer een Black Ops 3 stream? Komt er nog een keer in het Warfare stream? En ja, die gaan er komen. Dat beloof ik jullie. Ik wil dat zelf weer op gaan pakken. En ik zie het gewoon aan de mensen, aan de kijkers, aan de reacties, dat jullie dat ook willen zien. Dus dan is het gewoon logisch om die stap te nemen. Want anders gaat mijn kanaal denk ik niet goed aflopen. En dat vind ik jammer. Ik heb heel veel tijd in dit kanaal gestoken. Om precies te zijn 4, 3, zoiets, zoveel jaar. En ik doe niks anders. Ik sta elke dag op. Ik doe mijn PC aan of PlayStation. En ik sta elke dag op. Ik doe mijn PlayStation en mijn PC aan. Ik ga een beetje kijken van, yo, wat kan ik nu doen? Ben ik een beetje aan het gamen of op YouTube aan het kijken? Elke dag ben ik met YouTube. Ik heb elke dag YouTube een keer aangeklikt. En dan neem ik gewoon op. En dat is best wel, mensen denken van, yo, je neemt gewoon op. Flas wat in elkaar in je editprogramma en je gooit hem online. Nee, je moet op zich, mijn video's zijn, ja, die ik nu upload, best wel veel. Die heet zo'n Zetland video van gisteren. Was best wel veel tijd om te renderen. En dat bedoel ik ook mee. De Infinite Warfare video's hoefde ik niet zoveel tijd in het editen te steken. Dus dan heb ik gewoon snel, heb ik meer tijd. Stel, ik edit hem, ik render hem, dan kan ik gewoon gelijk weer opnemen. Weet je, dan kan ik weer een video doen en zo kan je doorgaan. Zodat je ook wat meer content voor jullie hebt klaarstaan. En dat is dus zeg maar ook als ik PS4 games ga uploaden. En ik doe het op mijn eigen manier. Hoe ik het vroeger deed, hoe ik het eerst deed. Wat jullie ook het meeste leuk vonden. Dan wordt dat meer gewaardeerd, weet je. Die video's vonden jullie leuker dan die ik nu doe, want hey, zo'n zet wel. Ik snap dat bijna niemand van mijn kijkers, ja, het zullen vast wel mensen zijn die dat kan spelen. Ik ga gewoon wat meer PS4 games doen. Dan weten jullie dat. En ik hoop dat ik het een beetje klaar, dat ik een beetje heb laten zien van, yo, hoe ik erover denk. En waarschijnlijk zagen jullie het ook al wel aankomen dat dit een beetje de verkeerde kant op ging. Want de subs gingen van bijvoorbeeld 8140, dat had ik gisteren gezien, opeens naar 8123, weet je. Want dat zijn best wel veel mensen die gewoon denken van, yo, dit is niet meer leuk om te kijken. Snap je? Dus ja, er komt een kanaal switch. Eigenlijk breng ik het weer terug hoe ik het vroeger deed. Gewoon Infinite Warfare, Black Ops 3, GTA en wat andere PC of PS4 games. Waarschijnlijk komen ook natuurlijk, wees niet getreurd als je bijvoorbeeld Euro Truck Simulator leuk vindt. Die gaan er ook wel komen, maar wat minder. Zo, mijn cams. Yo, ik ben er weer. What the fuck? Maar wat meer PS4 games. Dus kunnen jullie allemaal meedoen. De GTA crew staat nog steeds ook in de beschrijving. Dus als je mee wilt doen in de GTA races, in de livestream of video, kan ik ook doen. Een keer met races met kijkers. Tweede crew, link in de beschrijving. Check even de poll uit, jongens. Want dan kan ik even een beetje loeren wat jullie ervan denken. En ja, dan heb ik het even. Ja, dan, ja, ik moest gewoon even dit kwijt aan jullie. Dat jullie het gewoon, hè, dat jullie het ook even doorhebben. Voor de mensen die het niet doorhebben. Dus ja. Ja, deze video is totaal niet bedoeld om views te trekken. Dat zeg ik wel, want meestal als ik bijvoorbeeld een video zie, bijvoorbeeld ik moet iets vertellen of ik moet dit kwijt, weet je wel. Zo, alleen dat in de titel. Dan is het gelijk van, dan zie je de views binnenstromen. Het is niet mijn bedoeling om views te trekken, dat beloof ik. Het is gewoon omdat het gewoon moet. Je moet het even weten en dan, ja, niet dat het weer opeens plotseling is, dat het weer verandert, weet je wel. Dat het gewoon even aangekondigd wordt en dat het gewoon even serieus naar gekeken is. En ja, ik hoop dat ik het een beetje duidelijk heb gemaakt. Dus ja, nog steeds even check de poll. Abonneer op mijn kanaal, like deze video als je er wat aan gehad hebt. En dat je het ook begrijpt van, yo, hey Dylan, hè, ik snap het. Ja, en laat je comment natuurlijk achter van wat ik in Infinite Warfare, Black Ops 3, GTA iets kan doen. Dat zou super tof zijn, jongens. Bedankt voor de support nog steeds. Er zijn nog steeds mensen die ook al niet mee kunnen doen in de games die ik doe nu, die toch blijven kijken. Duimpje omhoog voor jullie. En ik snap de rest wel die niet komt kijken, want ja, je kan niet elke game leuk vinden, weet je. Dus ja, dit was de video, jongens. Duimpje omhoog voor deze video, zou super tof zijn. Like en abonneer, zou super nice zijn. Ik zeg net ook al like. Ik praat weer te veel, jongens. Ik zeg, jongens, hou je taai en later, mensen.